Dutch Adventure Hunters. Een gevarieerde, achtdelige nieuwe tv-serie waarin metaaldetectie centraal staat met Stephanie Dros en Wesley Dabo. Met onder andere de zoektocht op de Mokerheide naar de verborgen schatkist. Wordt het mysterie van Kistentrui opgelost? Een sensationeel avontuur met spectaculaire bijvondsten. Ja hoor. We hebben Romein. Jee! Ja. Toch wel, hè? Ja, maar er ligt al hier meer. Laat ja, denk ik wel. Hey, gefeliciteerd, hè? Gefeliciteerd, Stef. Mijn eerste Romein, hè? Ja, dat komt. Nou, dat vindt, hè? Goed gedaan, hè? En wordt de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed De Grote Schere ontrafeld? Voor het eerst zal met metaaldetectors gezocht worden in nauwe samenwerking met archeologen. Een zoektocht naar de geschiedenis van Slot het Scheer dat tijdens de 80-jarige oorlog zo'n belangrijke rol speelde. De theorie is dat hier de boeren of de bisschop en zijn ridders heeft gestaan. En daarachter zie je ook een verhoging, een kop. En de ridders die zijn de moeras in gejaagd, dus het zou heel goed hier tussen kunnen hebben afgespeeld, zeg maar. Nou, stel dat hier een kampement heeft gestaan, ja, dan moet je ook wat vinden uit die tijd. Dat klinkt spannend. Ja. Oh. Nou, dit kon wel eens interessant zijn. Hey Bertus. Ja? Moet je verdorie nou eens kijken? Wat? Nou, ik zeg niks. Ik ben benieuwd wat jij ervan denkt. Ja, ik weet niet, ik begin wel te trillen nu. Het lijkt wel erg op een punt van een dolk of van een zwaard of iets dergelijks. Ik wil er niet te veel aan wrijven. Het lijkt mij op een punt van een zwaard, joh. Kijk, ja. Het is scherp. Ja. Nee. Zo in de strijd. Sorry. Super gaaf, joh. Oh, man. Ja, het zal toch niet, jongens. Ik word te trillen, man. Oh, man. Ja. Wauw. Nou, super, joh. Nou. Ik zou zeggen, doe hem erin en ik zou zeggen, kijk eens hier, hou maar lekker bij, hè. Oh, dankjewel. Wekelijks zal detectorist Wesley Dabo zijn niet geringe kennis met de kijkers delen. Hij geeft tips en tricks aan de beginnende metaaldetectoristen, maar ook de ervaren piepers kunnen daar hun voordeel mee doen. Dit is de Vanquish. Deze heeft multi-IQ. Dat houdt dus in dat je met meerdere frequenties tegelijk werkt. En het is een heel licht, mooi beginnersdetector. Rood houden. Oké, mijn lip rood. Oké, kijk eens even. Wie verdient de YouTuber van de Week trofee? Er zijn diverse leuke, interessante, verrassende en succesvolle YouTube kanalen. Wij zetten de makers in het zonnetje. Dus dat vind ik ook heel leuk. Dus, ja. En dat mensen genieten van wat wij vinden ook. Ik heb besloten dat hij deze keer voor jou is. Nou, dat had ik niet verwacht. Nee, dat bedoel ik. Hartstikke leuk. Ik heb nou vrij recent heb ik een gouden ring gevonden. Daar ben ik echt wel super trots op. Je vindt niet echt goud. Wij als lombenboeren jongens dachten nooit eigenlijk dat we goud zouden vinden. Want dat zien we al. Ja, wat dan? Nou, dan komt toch wel heel wat bij kijken. Kijk even wat erop staat. Wat ik nou toch zie, jongens. Mind Lab Metal Detector Award. Ik zie hier een YouTube-kijktekentje staan. Hoe vind je hem? Ik vind hem mooi. En als uitsmijter kun je kans maken op de blooperbokaal. God. De gekste, malste en vooral grappigste metaaldetectiefilmpjes krijgen deze unieke bokaal.
Dutch Adventure Hunters is een nieuw tv-magazine waarin onze rijke geschiedenis op avontuurlijke wijze door middel van unieke vondsten wordt gepresenteerd. Mis het niet en ga kijken. Dutch Adventure Hunters.